onze ontwikkelingsfase. Het is defect. Deathloop. Blijf gewoon mezelf. Ja. Het wachten is voorbij. Deathloop. Here we go. Ik zie het leven als een best. Give it up for the invincible. This ain't sounds fine. Deathloop. Here we go. Hier is de pagina. Tijd om te laten horen hoe ik het breng. Ik het breng. Ik het breng. Ik heb dingen schrijven op die hoofd. Flow, zieken met mijn flow, zo mooi.
echt verwarmd in de keuken. Ik krijg het zelf warm, ik weet niet van jullie. Heb je een beetje naar je zin in Tilburg? Met DVD? Met alle gozers op de poster? Voel je me? Dit is hoe wij doen. Dekker Entertainment, de show van de vet vanavond. Yeah. Houd gewoon rond, we zijn blij dat jullie gewoon meedoen. Het is niet altijd druk, maar het maakt niet uit. We blijven gewoon rond als er hier eentje. We zijn blij dat jullie meedoen. We zien wel echt een blauwe hiphop zitten. Voel je me? Oké dan. Volgende track, die gaat over mijn ziekte. Epilepsie, en ik wil niet zielig doen ofzo, maar hey Holly, come on, hey, wat zei je nou man? Oké. Ik ga niet zielig doen, dus het trek uit mijn hart. Veel mensen begrijpen niet wat epilepsie is. Dus fok het, daarom ga ik het je nu uitleggen. Leven, spannen en ontspannen. Doorgaan, laten we proberen positief te blijven. Hoe zet je het gewoon in de eerste keer? Maar als je leven zo vaak beperkt wordt, door iets waar je geen te weinig controle over hebt, en mensen van buitenaf lijken het niet te begrijpen. Shit, dan is het tijd voor uitleg. Ik heb niet meer in de tijd, maar de prijs is niet bepaald. Maar toch blijven lullen zaken zonder overheden verwacht. Voel ik op een winkel en mijn macht en dappen op een dag. Voel ik op de weg met name dat ik in de les zie af. Shit, op dat moment veranderde alles in mijn leven. Verschillende banen verloren om de zon te leven. Ik kan bij mijn wezen, zeg ik zo met deze rug. Als ik op mijn rug is het compleet, slag door de straat tegels. Wat ligt je zaak en shaken, bijna op mijn groen. Begrijp ons uit, probeer jij het te leggen hoe het voelt. Ik val me zich verloos, ik voel me niet meer goed. Probeer het te vermijden, nu probeer ik te begrijpen. Hoe mijn lichaam reageert, maar niet de medicijnen. De rest op mezelf is vooral rustig blijven. Oké,